Ik heet u van harte welkom bij deze online moederdagdienst. Vandaag denken we aan onze moeders in spe en vrouwen die heel graag moeder hadden willen worden. Liefde is het centrale begrip voor vandaag. Liefde voor moeders, liefde van kinderen voor hun moeders, van vrouwen en mensen in het algemeen voor elkaar. Liefde komt van God. En dat zullen we vandaag zien. Ik wens u een gezegend uur. Ik wil graag voor u lezen Psalm 33. Als je leeft zoals God het wil, juich dan voor de Heer. Zing dankliederen voor Hem. Loof de Heer met de harp. Speel liederen voor Hem op allerlei muziekinstrumenten. Zing een nieuw lied voor Hem. Maak vrolijke muziek en zing er luid bij, want wat de Heer zegt is te vertrouwen. Aan alles wat Hij doet is te zien dat Hij trouw is. Hij houdt van rechtvaardigheid. Aan alles op de aarde is te zien dat de Heer goed en vol liefde is. De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. De zon, de maan en de sterren ontstonden door één woord van Hem. Hij bepaalde de grenzen van de zee. Het water van de oceanen verzamelde zich op de plaats die Hij had aangewezen. Laat iedereen op aarde ontzag hebben voor de Heer. Laat alle mensen diep ontzag voor Hem hebben, want door één enkel woord heeft Hij alles gemaakt. Hij sprak en het was er. Vers 10 tot met 15. Volken maken plannen, maar de Heer zorgt ervoor dat daar niets van terecht komt. Want wat de Heer van plan is, zal ook gebeuren. Door de eeuwen heen worden al zijn plannen werkelijkheid. Het is heerlijk voor een volk als de Heer zijn God is. Het is heerlijk voor een land als het door hem is uitgekozen om zijn eigendom te zijn. De Heer ziet vanuit de hemel alle mensen. Vanuit zijn huis kijkt hij naar de bewoners van de aarde. Hij heeft hen allemaal gemaakt. Hij weet alles wat ze doen. Tot zover. Als koningen winnen, komt het niet door hun machtig leger. Helden winnen niet omdat ze zo sterk zijn. Paarden zorgen niet voor de overwinning, hoe sterk ze ook zijn. Het is de Heer die de overwinning geeft. Hij is het die zorgt voor de mensen die diep ontzag voor hem hebben en die op hem vertrouwen. Want hij is goed en liefdevol. Als er hongersnood is, houdt hij hen in leven. We vertrouwen op de Heer. Hij beschermt ons als een schild en helpt ons altijd. We zijn blij over hem. We vertrouwen op hem. Heer, wees alstublieft goed voor ons, want we vertrouwen op u. Machtige God, sterke rots, u Gij is de koning der Heere.
Laten we bidden. Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst willen we tot u komen. We willen graag dat u weet dat we van u houden. En we willen u danken voor de vele vormen van liefde die u in ons hart legt. Al bij onze geboorte. We bidden vandaag voor alle moeders die hun kinderen missen vanwege de pandemie. We bidden voor moeders die vandaag hun kindje missen, dat ze te vroeg gestorven is. We brengen allebei u die vandaag hun moeder missen. We bidden vandaag ook voor al die vrouwen die zo graag moeder hadden willen zijn. En voor wie vandaag moeilijk is. Heere God, u bent liefde. U geeft uw eigen liefde weg, op een manier die wij maar moeilijk begrijpen, door uw geliefde kind te laten sterven. Vader, u bent een God die begrijpt en die zulk een liefde in ons hart wil leggen. Vandaag vragen we u om uw bijzondere zegen. Zegen ons allemaal met die bijzondere liefde. Amen. Dag mama, daar was ik dan. Mijn hart klopte in jouw ritme al vanaf de eerste dag.
Hallo allemaal, ik mag voor jullie het gedicht voorlezen, De zon straalt vandaag voor jou. Prachtige klanken ontcijferen de letters in een mooie melodie. Kijk naar buiten en zie, de zon straalt vandaag voor jou, weg is even de kou. Vandaag misschien geen cadeaus of geschenken, maar wat blijft is dat we aan je denken. Het mooiste is de liefde voor elkaar, daarmee maken we dit gewaar. Zoals de bloemen bloeien in het veld, is elke dag dat je leeft telt. Laat geluk en blijdschap je volgen, wees niet teleurgesteld en verbolgen. Laat je meevloeien door de wind, geniet van de liefde die je bij je familie vindt. Rustige klaterende riviertjes die ontspringen in je gedachten. Sla je vleugels uit, je hoeft niet te wachten. Voel je vrij, wees blij. Als de avondzon opkomt, de nacht de dag opzomt, verdwijn dat in zalige dromen, om zo tot je rust te komen. Dus laat mij tot je hart spreken, ik zorg dat het nooit zal breken. Minstens een keer in het jaar is het nodig om te zeggen, ik hou van jou. Al vergeten we dat gauw, het hele jaar naar elkaar omkijken, dat is belangrijk, dat maakt je van binnen pas echt rijk. Just how far love.
liefde is. Op deze Moederdag willen we een moment stilstaan bij wat er zo speciaal is aan liefde tussen gezinsleden. En tevens leren we hoe we daarmee ook dat het soms niet helemaal goed gaat. En waarom dat dan zo is. Ik denk dat we wel weten dat geen enkel gezin volmaakt is. Overal gebeurt wel iets wat helemaal niets of heel weinig met liefde te maken heeft. En ik besef ook heel goed dat er in sommige gezinnen weinig liefde was. Dat de liefde van een moeder iets was dat anderen hadden of hebben. Maar niet waar jij mee bent opgegroeid. En ik besef ook dat er vandaag heel veel mensen zijn die wel een gezin hadden willen hebben. Maar voor wie dat een droom is gebleven. Die nooit in vervulling is gegaan. Ik besef ook dat velen van ons en ikzelf ook hun moeder missen vandaag. Toch mogen we weten dat we allemaal deel zijn van een gezin. Een gezin waar liefde echt bovenaan staat. Het gezin van God. En daar willen we vanmorgen in Gods woord toch even bij stilstaan. Laten we luisteren naar de Bijbellezing uit 1 Johannes 4, de versen 7 tot 21. Ze worden gelezen door Mara, Mirre, Stijn en Juda. Lieve broeders en zusters, laten we van elkaar houden. Want de liefde komt van God. Als je van de broeders en zusters houdt, ben je uit God geboren en ken je God. Als je niet van de broeders en zusters houdt, ken je God niet. Want God is liefde. We hebben gezien dat God van ons houdt. Hij heeft zijn enige zoon naar de aarde gestuurd om ons eeuwig leven te geven. De liefde waar ik het over heb, is niet onze liefde voor God, maar Gods liefde voor ons. Omdat hij zoveel van ons houdt, stuurde hij zijn zoon. Zijn zoon gaf zijn leven als offer, waardoor wij vergeving voor onze ongehoorzaamheid konden krijgen. Lieve broeders en zusters, als God zoveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we van elkaar houden, woont God in ons en zijn we helemaal vol van zijn liefde. We weten dat we één met hem zijn en dat hij één met ons is, doordat hij ons van zijn geest heeft gegeven. Wij hebben met onze eigen ogen gezien dat de Vader de Zoon heeft gestuurd als redder van de mensen. En dat is wat wij aan de mensen vertellen. Als iemand hardop erkent dat Jezus de Zoon van God is, mag hij er zeker van zijn dat God in hem woont en dat hij in God is. We hebben gezien en geloofd dat God heel veel van ons houdt. God is liefde. En als jullie net als God van elkaar houden, blijven jullie in God en blijft God in jullie. Als we helemaal van Gods liefde zijn geworden, hoeven we helemaal niet bang te zijn op de dag dat God over de mensen zal rechtspreken. Want dan zijn we in deze wereld net zoals Jezus. Als je zeker weet dat God van je houdt en je dus vol bent van zijn liefde, hoef je niet bang voor hem te zijn. Want volmaakt liefde verjaagt alle angst van God. Want als je bang bent, komt dat doordat je bang bent voor straf. En als je bang bent, ben je niet helemaal vol van liefde. Wij houden van God omdat hij eerst van ons hield. Als je zegt dat je van God houdt, maar een hekel hebt aan een broeder of zuster, dan ben je een leugenaar. Want als je niet houdt van je broeder of zuster die je kunt zien, hoe kan je dan houden van God die je niet kunt zien? Daarom heeft Jezus ons bevolen, als je van hem houdt, moet je ook van je broeders en zusters houden. Thank you.
Ik denk dat we allemaal die scheurkalender wel kennen. Weet wel, die je op toiletten vindt bij mensen. Van liefde is... puntje, 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 puntje. Nou, vandaag zou ik willen zeggen... liefde is van God. En dat heb ik niet zelf bedacht... maar dat staat in het gelezen Bijbelgedeelte. En er staat nog iets belangrijks in dat gedeelte... wat we ook ter harte moeten nemen. Wij zijn broeders en zusters. Dat betekent dus dat wij in het gezin van God elkaars broers en zussen zijn. We zijn dus familie van elkaar. Maar waarom is dat? Nou ja, niet omdat we elkaar hebben uitgezocht. Of omdat we elkaar zo graag mogen, vriendjes zijn of er hetzelfde uitzien. Maar we zijn lid van Gods gezin door liefde. Liefde van God voor ons en liefde van ons voor God. En in dat gezin van God maakt het niet uit of je geboren bent in dat gezin... of pas later aangenomen of zelfs aangetrouwd bent. God heeft heel duidelijk gemaakt door zijn Zoon Jezus dat hij van ons houdt. Van jullie als leden van Corps Dordrecht, maar ook van al die anderen die vanmorgen meeluisteren of meekijken. En je hoeft niet eens dezelfde kleren te dragen of dezelfde taal te spreken om bij dat gezin van God te horen. Dit Bijbelgedeelte vertelt ons echter wel wat er in dat gezin van God gebeurt. Of wat er aanwezig is, wat er zou moeten zijn. Allereerst is daar gelijkwaardigheid. Ja, gelijkwaardigheid is een teken van liefde. Er zijn dus geen standsverschillen of andere vorm van behandeling. Iedereen is gelijk. Of je nu wel of niet een aanstelling hebt... rood op je kraag, of je nu in de band speelt of helpt met schoonmaken of in het kookteam zit. In Gods gezin is iedereen gelijk. Geboren en getogen christenen en ongelovigen. Allemaal gelijk. En ten tweede zegt 1 Johannes 4 dat we in die liefde en... in die liefde van God, dat we daarin dan ook in vreugde mogen leven. Want dat is ook zo. Dat is wat liefde teweeg brengt. Vreugde, blijdschap, geluk, happy zijn met elkaar. Liefde die van God is, die kent geen verdriet. Ah, ja, nou hoor ik u zeggen... Nou, ik heb wel verdriet hoor. Verdriet om het verlies van mijn moeder. Verdriet om de ziekte van mijn moeder. Verdriet om mijn moeder die er nooit was. Verdriet omdat ik zelf nooit moeder mocht worden. Verdriet omdat ik geen moeder kan worden. Verdriet omdat ik maar heel even moeder ben geweest. Ja, en natuurlijk is dat zo. We kennen veel verdrietige situaties... en moeten door verdriet op verschillende momenten in ons leven. Toch is er voor kinderen van God die innerlijke, diepe vreugde. Dat ondanks alle tegenslagen in het leven, God er is. En onvoorwaardelijk van ons houdt. En dat is wat Johannes ook probeert uit te leggen. Dat is ook wat we zelf voor ogen moeten houden. Als we omgaan met die broer of die zus... in het gezin van God. Die broer of die zus die iets verdrietigs meemaakt of heeft meegemaakt. Ja, en daar ligt dus een duidelijk verschil tussen een menselijk gezin en het gezin van God. We zinken namelijk niet samen weg in datzelfde verdriet, maar we helpen elkaar de diepe vreugde van God in zijn liefde te zien en te ervaren. Een derde punt dat Johannes maakt is dat in het gezin, in de familie van God, er vriendschap heerst.
Nou, nu hoor ik u zeggen, je hebt toch net gezegd dat we geen vriendjes hoeven te zijn bij dat gezin van God, om erbij te horen. Nou, dat klopt helemaal. Deze vriendschap is dan ook niet gebaseerd op iets anders of iets dat zegt dat we elkaar leuk moeten vinden of dezelfde hobby moeten hebben of samen iets leuks moeten doen. Deze vriendschap is het tegenovergestelde van vijandschap. Eigenlijk heeft het weer te maken met die gelijkwaardigheid waarover we het eerder hebben gehad. Die vriendschap waar je voor elkaar opkomt, elkaar steunt in lastige tijden. Gewoon er zijn, een kopje koffie, een praatje, een kaartje of een telefoontje. Even appen hoe het gaat. Dat. Ja, elkaar gedag zeggen en niet negeren. Elkaar bedanken voor iets dat misschien wel heel gewoon lijkt. Samen iets doen voor anderen. Samen werken aan een project. Samen ergens voor gaan. Samen werken aan de toekomst. En Jezus vroeg dat ook van zijn discipelen. Ze vonden elkaar echt niet allemaal even leuk. Maar ze moesten in de toekomst wel samen zorgen dat die reddende boodschap van Gods genade de wereld inging. En in dat proces van gemeenteopbouw en zending waren er vele momenten van verdriet, van vijandschap en onderdrukking. Toch was er één ding echt kenmerkend voor de eerste jaren van de christengemeentes. De vrede, de innerlijke vrede, die de volgelingen van Jezus, de eerste christenen en nu nog vele christenen over de hele wereld ervaren. Geen angst, maar vrede. En wellicht is dat het meest kenmerkende voor het gezin van God. Want door Gods liefde ontvangen we ook zijn vrede. Zoals we in het verleden misschien bang zijn geweest of we die liefde van onze moeder wel zouden houden of misschien wel verliezen, zo hoeven we daar bij God echt nooit over in te zitten. Wat we ook doen, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen of waar we heen gaan, Gods liefde is er altijd. Dan hoeven we geen angst meer te kennen, alleen diepe vrede. Moederdag vind ik altijd een dag om ons ook weer eens te richten op die bron van liefde, God. God is liefde en Hij wil die liefde met ons delen. Met jou, met u, met mij, met alle mensen op deze aarde. En als we die liefde aanvaarden, aannemen, dan verandert er iets wezenlijks in ons leven. Ja, dan hebben we verdriet, dan hebben we angst. En dan voelen we misschien soms vijandschap van anderen. Maar die hebben niet meer het laatste woord. We mogen dan leven met vreugde, met vriendschap en met vrede. Diep in ons hart en in ons wezen. Amen. Thank you.
je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Heer God, we komen tot u om u te danken voor deze dienst. We danken u, Heer, dat we daaruit kracht uit mogen putten en ja, dat we de komende week weer iets mee kunnen doen. Heer, wil ons daarvoor voor gebruiken. Help ons daarbij, Heer, om een zegen te zijn voor met degene wie we in aanraking komen. Heer, de afgelopen week hebben we de bevrijdingsdag mogen vieren. We zeggen dank voor de mensen die voor ons gestreden hebben, Heer, om... Ja, om voor ons de pad vrij te maken. Heere God, er is zoveel gebeurd in het verleden. Heer, en we proeven nu ook een beetje van de vrijheid die ons ontnomen is. Heer, maar dat is niet te vergelijken met de dingen van vroeger. Heer, dank u wel dat u ons die vrijheid geeft. En dat we ook vrij mogen zijn om u te benaderen. Dat we vrij mogen zijn, Heer, om met u op weg te gaan. En dat ieder zo zijn eigen gang mag gaan. Heer, we bidden u voor de mensen die eenzaam zijn, Heer, die bedroefd zijn. Heer, u kent alle mensen, daar zijn we dankbaar voor. Het is niet te begrijpen, Heer, dat u ja, met iedereen bezig kunt zijn, als de mensen er maar voor openstaan. Je geeft ons dan ook een geopend hart, zodat u ons kunt bereiken en met ons kunt doen wat nodig is. Heer, leidt ons in deze moeilijke periode. Hier zijn zoveel mensen die, ja, die het niet meer zien zitten. Er zijn zoveel mensen hier die er geen raad mee weten. Hoe hier wil gij uitkomst geven. Hier, we vragen u ook een zegen voor deze dag. Dat, ja, dat we de moeders mogen gedenken. Hier, zij die er niet meer zijn. En ja, soms doet het pijn hier. Maar we zeggen u ook dank voor onze kinderen die ja, wel bij ons kunnen zijn hier. En, ja, laat het zo mogen zijn dat ze een mooie dag mogen beleven. Hier, maar wil ook bij de mensen zijn die ja, niet geen moeders zijn. Geen oma zijn of wat dan ook hier. Hier, dat is soms pijnlijk. Soms zouden ze dat graag willen, maar hier, alles is niet altijd mogelijk. Dank u wel dat u ook daar wilt zijn. We vragen u ook een zegen en troost voor de zieken. Als het u wil is, Heer, wil u genezende hand over hen uitstrekken. Hier wil ook bij de mensen zijn die hun naasten moesten verliezen. Door ziektes, door deze corona, Heer. Het is allemaal zo moeilijk te behappen. Maar Heer, we mogen weten dat u er bent en dat u met ons meegaat. We mogen weten, Heer, dat u ons lief heeft en wil zo de komende week met ons meegaan. Om uw naams wil vragen we dat. Amen. Amen. Is het heerlijk, wat is het goed, daar waar de
zijn zegen. Goed is het daar, samen te leven, één met elkaar. Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid, waar God zijn zegen. Heer is voor ons, ons de weg te wijzen. Hij is achter ons, beschermt ons bij gevaar. Beschermt ons bij gevaar.